Zaterdag heeft de afsluiting plaatsgevonden van de vakantieschool van de Nola Hatterman Art Academy. En in de fotoruimte kwamen wij de docent, de heer Ronald Damwijk, tegen. Meneer Damwijk, wat heeft u deze 2 weken gedaan met de kinderen? Ik ben hier namens de stichting Photo Projects for Children. Wij verzorgen de uitwisseling van fotografie, foto's van kinderen in het buitenland met foto's van kinderen in Nederland. En wij hebben hier, in deze ruimte en de omgeving, hebben wij kinderen kennis laten maken met fotografie. We hebben ze de basisprincipes uitgelegd van fotografie, compositie, achtergrond, lichtval. Daar hebben ze opdrachtjes bij gekregen en daar zijn we eigenlijk 2 weken mee bezig geweest. We hebben cameraatjes meegenomen met de bedoeling ook om die cameraatjes hier achter te laten, zodat de Nola Hartenman ook verder kan gaan met fotografie. De leerlingen hebben de cameraatjes in het weekend meegenomen en hebben thuis foto's gemaakt, dingen gefotografeerd die zij belangrijk vinden. En daarbij wel gebruik gemaakt, en dat is wat wij als docenten heel fijn vinden, gebruik gemaakt van de dingen die wij hebben laten zien, die wij geleerd, die hun geleerd hebben. En dat zie je terug. Deze foto geeft het al heel erg goed aan, dat we met licht bezig zijn geweest. En leerlingen maken daar hun eigen versie van, maken hun eigen foto. En alle foto's die hier hangen, zijn ook de keuze van de leerlingen zelf. Het zal niet altijd onze keuze zijn geweest, omdat wij als fotografen soms anders kijken. Maar we vinden het belangrijk dat leerlingen eigen werk kiezen en daar ook trots op zijn. Is het de eerste keer dat jullie samenwerken met de Art Academy? Ja, dit is de eerste keer. En we hopen dat we hier ook wat blijvends kunnen gaan neerzetten. Dat is wel de bedoeling van Photo Projects for Children. En de eerste ervaringen zijn heel erg gunstig. We laten het lesmateriaal wat we hebben gemaakt, laten we hier ook achter. En we zijn ook al bereid om mensen te gaan opleiden als ze hier fotografie wil gaan geven. We vinden het heel belangrijk dat Suriname de docenten zelf gaat opleiden. Het is heel leuk voor mij om hier te zijn. En ik zou heel graag terug willen komen. Maar ik vind het nog belangrijker als hier iemand uit de omgeving dit van ons kan overnemen en hier de lessen kan draaien. En wij dat kunnen ondersteunen vanuit Nederland. Zeggen dat het project geslaagd is? Zeer zeker, meer dan geslaagd.